De bedrijvencontactdagen zijn weer begonnen. Dit is de zakenbeurs voor de regio. Daarbij werd ook de Arnhemse ondernemer van het jaar uitgereikt. Er waren 3 genomineerden voor deze prijs. Frans Gazendam, onder andere bekend van Simpson en Villa Velperweg, Marwin Melis van Melis International Transport en Thijs Kruijsen van Media 11. Morgen is de laatste dag van de bedrijvencontactdagen. Dit vindt plaats in de Rijnhal. Nou, u bent net uitgeroepen tot ondernemer van Arnhem van het jaar. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Helemaal blij. En wat is uw geheim? Ik denk jezelf blijven. Ja, want u heeft echt ontzettend veel gedaan. Wat betekent Arnhem voor u als stad? Ja, ik ben een echte Arnhemmer. Ik ben in Arnhem geboren, opgegroeid, gewerkt. En ik durf te zeggen, ik heb veel met Arnhem. Heeft u nog plannen voor in de toekomst? Nou, ik wou vooral gewoon doorgaan. Ik denk dat ik vandaag een hele leuke dag van ga maken. Dus niet meer naar kantoor. En morgen gaan we gewoon weer opstaan en weer aan de gang. Gewoon lekker doorgaan met het bedrijf zoals het nu gaat. Precies.